Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Onder de vleugels van een krachtig hoge drukgebied boven het midden van Europa is het rustig weer, ook in Nederland. Afgelopen nacht is op veel plaatsen mist of dichte mist ontstaan. Vanochtend begon het langzaamaan op te klaren vanuit het oosten, maar het duurt toch nog behoorlijk lang voordat de opklaringen uiteindelijk ook het westen en zuidwesten van het land bereiken. Dit is de satellietfoto van half twee vanmiddag. We zien duidelijk een tweedeling in het land. De oostelijke helft heeft eigenlijk volop zonneschijn, in het westen, dus grijs door nevel, mist of lage bewolking. Onder die bewolking en in de nevel is het ook nog koud. Temperaturen onder het Vriespunt zelfs op een aantal plekken. In het oosten is het 3 of 4 graden. Maar nou, vanavond dan zijn er veel opklaringen, ook nog wel plekken waar het een beetje mistig is en uiteindelijk gaat het dan weer snel afkoelen naar waarden onder het vriespunt. Komende nacht komen de minima uit tussen min 1 graden in het noordwesten en min 4 of min 5 graden in het binnenland. Vooral in het noordwesten nog die lage bewolking en verder in het binnenland kan opnieuw verspreid mist ontstaan. De mist wordt waarschijnlijk wel minder dicht dan de afgelopen nachten. Dat komt omdat er een mm, zwakke tot matige zuidelijke wind staat die zorgt voor iets meer doormenging van de lucht. Dan morgenochtend kan het in eerste instantie nog een tijdje duren voordat de mist uiteindelijk echt overal verdwenen is. Maar dan gaat van tijd tot tijd wel de zon schijnen bij een matige zuidwestenwind. Door 2 graden in het oosten en 4 graden in het westen van het land. Het kan ook nog een klein beetje nevelig zijn. Aan het einde van de dag zien we in het noordwesten de lagere bewolking toenemen. En dat is eigenlijk een eerste voorbode van een weersverandering. Want op oudjaarsdag dan overheerst de bewolking. Het is wel overal droog, middagtemperatuur tussen de 4 en 7 graden en een matige zuidwestenwind. Dan de nacht naar het nieuwe jaar. Tijdens de jaarwisseling is het nog droog, maar wel bewolkt. Later in de nieuwjaarsnacht begint een storing vanuit het westen het land in te trekken. En dat gaat gepaard met wat lichte regen of motregen. Op nieuwjaarsdag zelf dan hebben we overwegend bewolkt weer. Die storing die trekt langzaam verder oostwaarts over het land. Naarmate die verder landinwaarts komt, dan wordt de neerslag soms een beetje winters van karakter. Misschien in Twente, de Achterhoek en verder hoger in Limburg zou er wat natte sneeuw bij kunnen zitten. Middagtemperatuur tussen de 4 graden in het oosten en 7 graden in het noorden van het land. En een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Dan tot slot maandag middagtemperatuur rond de graad of 5, vrij veel bewolking, soms ook wat zon, zeker later op de dag, en wat buien, mogelijk ook met een vlok natte sneeuw. Een matige west tot noordwestenwind verder daarbij. En als we dan dat winterse neerslagbeeld nog eventjes wat nader gaan bekijken voor de langere termijn, dan zien we dat in de tweede helft van volgende week en richting het weekende de sneeuwkansen toch duidelijk aan het toenemen zijn. Dat zijn vooral sneeuwbuien die vanaf de Noordzee over het land trekken. Het zal hoofdzakelijk natte sneeuw zijn, maar goed, het zou misschien dus op een enkele plek eventjes wit kunnen worden. Ik ben Ben Langkamp van WWW.beerplaza.nl.